Hey mensen van Neecintha, ik ben Jacintha en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Ik ben in Almere geweest en in Groningen. Dat laat ik jullie nu even zien. Nou mensen, 3 keer raden waar we zijn. In Groningen. En wie herkent dit? De paarders! Ja, uit de vlogs van Harm de paarders. Ik vind hem echt helemaal mooi. Kijk hoe strak die is dan. Lekker opslaan. Echt, het is echt een heel mooi paardenersje, echt waar. Ik was daar met een vriendin van mij en het was super gezellig. En volgens mij ben ik wel aardig geslaagd. Als allereerst heb ik nieuwe schoenen gekocht. Adidas Superstar. Ik moest echt nieuwe schoenen hebben. Ik had schoenen van Harm gekregen. Alleen dat stofje bij mijn hak. Hier zeg maar. Dat is naar onder gezakt of zo. Dus onder zit er een hele dikke bult. En boven zit gewoon geen stof meer. En dat loopt heel stom. Dus ik moest gewoon nieuwe schoenen. En ik ben er op zich wel heel blij mee. Het lopen is wel even wennen. Maar ik vind ze wel super mooi. Ik heb dit shirt gekocht. Er staat op wifi, pizza en my bed. Ik vind hem heel erg leuk. Hij komt bij de Primark weg. En hij was maar €3, dus ik kon hem echt niet laten liggen. Ik heb even een korte broek aangedaan, zodat jullie wat beter kunnen zien hoe het staat in de zomer. Dit was het eerste shirtje. Ook heb ik dit shirt gekocht. Deze komt bij de Cool Cat weg. Er staat Glamour op. Hij was €10,50. Ik kreeg 30% korting. En daar ben ik ook best blij mee. Dit shirtje heb ik bij de H&M weg. Hij was €10. Ik ben er echt heel blij mee, want hij is lekker zomers. Heb ik ook gekocht. Hij komt bij de Primark weg. Hij was €20, wel wat duurder dan de meeste dingen bij de Primark. Maar ik ben er ook wel blij mee, want ik vond zelf dat hij best wel leuk stond en de bloemetjes vond ik ook heel leuk. Dit shirtje heb ik weg bij de Invoke. Hij was €10. Zelf vind ik dit soort shirtjes wel heel leuk. Alleen sommige staan me niet echt. En ik vond hem ook wel wat stoers hebben. Dus heb ik hem toch meegenomen. Hij was ook niet heel duur. Dus ik ben er heel blij mee. Dan heb ik dit shirtje bij de H&M weer gekocht. Hij was maar €8. En ik vond hem zelf heel leuk staan. Lekker zomer. Ook heb ik deze gekocht. Hij is bijna hetzelfde. Alleen hier is hij wat hoger bij je hals. En hij heeft geen mouwtjes. Maar deze vond ik ook echt heel leuk. Hij was maar €8, dus die moest ik echt meenemen. Ook heb ik deze gekocht bij de Primark. Ze waren maar €1,50. En ik ben best wel een meisje die van haar nagels doen houdt. Dus het kwam voor mij heel goed uit. Ik had ze ook al eerder, maar die waren kapot gegaan. Ik zag ze nu weer, dus ik dacht ik neem ze weer mee. Voor de mensen die niet weten wat dit is. Hier kan je nagels mee leuker maken. Er staan stappen op welke je eerst moet doen en welke daarna. En ook waar het voor is. Ook hier ben ik heel erg blij mee. En ik zal hem zeker vaak gaan gebruiken. En als allerlaatste heb ik dit zachte dekentje gekocht. Deze komt bij de Primark weg. Het is echt een knuffeldekentje, dus je kan er lekker mee op de bank zitten, 's avonds tv kijken of bij de open haard. Hij is maar €6 en de afmetingen zijn 125 centimeter bij 150 centimeter. Hier ben ik ook echt super blij mee. En dan was dit de video alweer. Ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. Doe dan allemaal even een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!